Hi, ik ben ST en wat een fantastische dag is het vandaag. Super lekker weer. Dat betekent barbecue natuurlijk. Nou, de barbecue die is heet. En ik ga een heel lekker recept maken. Een spies van zalm met courgette. En daarbij komt een knoflook yoghurtsaus en gegrilde Little Gems. Dus laten we aan de slag gaan. En daarvoor begin ik met de spiezen. Zalmspies met repen courgette. En voor de zalm heb ik even een andere plank. En dan ga ik eerst de huid van de zalm verwijderen. En ondertussen trouwens heb ik al een bol met knoflook op de barbecue gelegd. Die heb ik even ingepakt in aluminiumfolie. Een beetje olie erop. En dan kan hij heel lekker langzaam poffen. Wordt hij zacht en dat is perfect voor de saus straks. Krijg je heel milde knoflookyoghurt. Dus die gaat weer even terug op de barbecue. En dan dus de zalm. Nou is het fijn om die huid even te verwijderen. Dat doe ik wel met een scherp mes. En dan hou je hem aan één kant vast. En dan ga je met de punt van je mes over de huid om hem los te halen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon zalmfilet kopen waar de huid al af is. Of je vraagt het even aan je visboer. Zo, de huid eraf. Die mag weg. Die hebben we niet nodig. En dan ga ik mooie blokjes snijden van zalm. En ik vind het altijd wel lekker om de zalm ook van binnen nog een klein beetje rosé te houden. Dus daarom snijd ik ze niet al te klein. En dan gaan we de dressing maken. En ik maak een sojadressing met sinaasappel. Misschien een beetje een verrassende combinatie. Normaal zou je snel limoen gebruiken. Maar sinaasappel heeft en een beetje zoet en een beetje zuur. En is ook wel lekker zomers, vind ik. Dus we doen een scheut sojasaus erin. Ongeveer 3 eetlepels. En ongeveer evenveel olie. Dan wat tijm erbij. Als je nou geen tijm hebt, dan kun je ook wat gedroogde kruiden erdoor doen. Die heb ik ook, doe ik ook een beetje. Gedroogde Italiaanse kruiden en wat blaadjes tijm. En dan de sinaasappel erbij. Ik begin met de schil, want dat is echt lekker. Zeker op de barbecue, dat aroma van die citrusschil met een beetje dat gerookte. Maar we gebruiken ook het sap erna. En dan sap van een halve sinaasappel. En dan hebben we eigenlijk in die marinade iets zouts, iets zuurs, iets zoets, een beetje olie, wat kruiden. En dat is een perfecte marinade eigenlijk. En ik doe er nu zalm in, maar je kan er bijvoorbeeld ook heel goed champignons in marineren of een beetje kip. Het is een ideale marinade voor heel veel dingen, lekker in de zomer. Dan mengen we dat door elkaar en dan laten we dat gewoon even staan. En dan pak ik courgettes erbij. En daarvoor heb ik een kaasschaaf en dan ga ik mooie lange banen maken van de courgette. En als je ongeveer tot net niet de helft bent, dan draai je hem om. Dan gaan we van de andere kant weer verder. Dan heb je mooi dat kleurverschil van de groene schil en de wat lichtgroenere binnenkant. En ik ga ook nog dit gedeelte van de sinaasappel gebruiken. En deze helft van de sinaasappel die snij ik ook in stukjes. En dat stukje sinaasappel doen we dan boven aan de zalmspies. En dan op de barbecue gaat dat een beetje karamelliseren. En dan kun je hem daarna zo uitknijpen over de zalm. En dat is echt super lekker. Dan spiesjes. Ik begin met wat courgette. En eigenlijk, dit doet me altijd denken aan een soort muizentrapje vouwen van vroeger. Als je hem een beetje zo zigzaggend op elkaar duwt. En dan aan de spies rijgt. Dan doen we daar een stukje zalm aan. Ik leg hem eventjes hier op het spiesje. En dan gaan we weer zo'n zigzag trapje maken. En dat herhaal je eigenlijk totdat de spies helemaal vol is. Kijk, zie je ook echt een hele mooie kleurschakering van dat oranje en dat groen samen. Nou, dan doen we 3 stukjes courgette, 3 stukjes zalm. Beetje aanduwen. En dan dus zo'n stuk sinaasappel erop. En zorg dan wel dat je hem aan de schilkant prikt. Want dan blijft hij er goed op zitten. Kijk, heb je echt
echt superleuke barbecue spiesjes. Zo, en de laatste spies. Ik heb er nu ongeveer 2 per persoon. Het is natuurlijk heel leuk om altijd misschien wel verschillende dingen op de barbecue te doen. Je zou dus ook eentje met zalm kunnen doen en dan nog een andere marineren. Maar dan met paddenstoel, wat ik al zei, met bijvoorbeeld oesterzwam of champignon. Maar ik denk dat 2 per persoon goed is als je dan nog een lekkere salade erbij maakt. En een sausje, wat brood erbij. En dan zijn ze ook helemaal ready om op de barbecue te gaan. En terwijl ze dan op de barbecue liggen, maken we een salade erbij. Super simpel met gegrilde Little Jam. En dus de saus van yoghurt met mijn gepofte knoflook. En hij moet een lekker sissend geluid maken, want dan is de barbecue goed heet. En dan neem ik meteen die knoflookbol weer mee terug. Even kijken. Ja, kijk, die is echt lekker zacht geworden. Kun je goed indrukken. Gaat hier op de snijplank. En dan hakken we het fijn. En er is nog wel een beetje knoflook over, maar dat kun je weer voor een andere marinade gebruiken. En je kan het ook prima in de koelkast bewaren en de volgende dag weer door een ander gerecht doen. Maar kijk, je kan hem eigenlijk haast zo met je mes helemaal uitsmeren alsof het een soort knoflookpasta is. En dat is gewoon super lekker. Want hij is en milder van smaak, romiger. En perfect dus voor in een saus met yoghurt. En wat dan eigenlijk wel een voordeel is, is dat ik net hier die knoflook heb uitgesmeerd. En dan snijd ik daar meteen eventjes de Little Jam op. Zo door de helft. Haal ik hem een beetje zo door die knoflook heen. Even door de marinade. En dan gaat het ook gewoon zo de barbecue op. Nou, even kijken hoe het met de spiesjes gaat. Op zich heeft het namelijk helemaal niet super lang nodig. Ongeveer een minuutje aan iedere kant. Dus ik ga ze allemaal eventjes een kwartslag draaien. En je kunt het eigenlijk heel goed checken. Als het spiesje makkelijk loslaat van het rooster en niet blijft plakken, dan is het goed. En ik zie ook al echt een mooie bruin gekarameliseerde kleur op de zalm ontstaan. Ja, super lekker hoor. Nou, die sla ligt erop. Dan alleen de saus nog afmaken. We hebben de knoflook al. Dan gaat de yoghurt erbij. Ik heb lekker een beetje dikke yoghurt. Griekse yoghurt vind ik echt wel geschikt daarvoor. Zo. En dan wat tuinkruiden erbij. Hè. Wederom, wat heb je? Ik heb hier wat salie. Ik heb wat tijm. Ik heb ook nog wat van die gedroogde tuinkruiden, doe ik er ook een beetje doorheen. Ook leuk voor het contrast. Lekker voor de smaak. Dit hak ik een beetje fijn. Even de stokjes eruit, zo. En dan mengen we het door elkaar. En dan heb je eigenlijk al die frisheid van de yoghurt. Een beetje een pinch van knoflook. Een beetje peper en zout erin. Even proeven. Ja, lekker fris sausje. Nog even een kwartslag draaien. Dat ze aan alle kanten mooi gebakken zijn. Kijk, en ook die sla. Die is al lekker een beetje gekarameliseerd. 1 minuutje wachten totdat het klaar is. Dan leg ik alvast even de snijplank klaar. En wat is het fantastisch hier, hè? Het is zo lekker weer. Ik hoor de vogeltjes, een en al rust. En lekker koken, gewoon op open vuur. Dat is voor mij wel echt het summum. Kijk, spiesjes hebben echt een hele mooie goudbruine kleur. Je ziet nog helemaal geen wit uit de zalm komen. Dat vind ik ook altijd heel belangrijk, want dan is hij gewoon perfect gaar. En niet te gaar, want dan wordt het gewoon heel snel taai. En je zag ook heel mooi zo'n klein gril randje aan die sinaasappel. En dat is echt lekker als je hem uitknijpt. Oh,
echt watertanden hoor. Ik heb er heel erg veel zin om die te eten. De sla eraf. En die salade mag er eigenlijk gewoon zo bij. Zout en peper nog even los overheen. En dan afmaken met een beetje olie over de salade. En dan die heerlijke knoflook-yoghurtsaus die zowel lekker past bij het spiesje als bij de Little Gem salade. En dit is voor mij echt de ultieme zomerse maaltijd. En vergeet vooral niet het Essence magazine te downloaden op centerparks.nl. En kijk voor meer culinaire inspiratie op de YouTube-channel van Centerparks. En nu ga ik eerst een spiesje proeven. Eet smakelijk. Echt lekker.